Hey, ik ben Mark van Mold Claim Center TV en in deze video vertel ik jullie meer over de Revit Maverick beschikbaar bij Mold Claim Center. Motorkleding Center, de specialist in motorkleding. De Revit Maverick is een leren broek speciaal gemaakt voor tourmotorrijders. Je ziet dat deze broek aan de onderkant ook wijd uitloopt qua pijpen, dus je kan hem over je motorlaars heen doen, waar je een sportieve leren broek altijd in je laarzen stopt. Hij is gemaakt van 1,3 mm dik rundleer en voorzien van verstelbare ProLife protectoren op de knieën, dus je kan ze hoger of wat lager zetten. Aan de bovenkant zie je ook wat stretch, zodat je ook als je zit nog prima bewegingsvrijheid hebt. Aan de zijkant is deze broek voorzien van een padding op de heup. Die zou je eventueel kunnen upgraden met een Seasoft Level 1 heupprotector. En aan de achterkant zie je dat deze broek ook weer veel stretch heeft, dat als je hem aanritst aan de bijpassende Adrenaline jas van Revit of eventueel een andere jas, dat die goed bij elkaar aansluit. De achterkant van de broek zie je ook veel stretch, ook bij je knieën, dat het niet vervelend gaat zitten als je op de motor zit. En de rits om hem over de laars heen te doen zit bij deze broek aan de achterkant. Je hebt bij deze broek ook twee grote zakken, het is allemaal gewoon heel makkelijk. En je P is 1,82 meter lang, weegt ongeveer 80 kilo en draagt hier maar 52. Waar je rekening mee moet houden bij een leren broek is dat leer best wel veel kan gaan rekken. Zeker een kwart tot een halve maat. Dus het is van belang dat hij heel erg strak zit. Je kan onder deze broek ook geen spijkerbroek of iets anders aan. Maar zorg dat je iets van onderkleding eronder draagt wat je vocht absorbeert. Waardoor je als je deze broek uittrekt je onderkleding kan wassen en je broek goed hygiënisch blijft. Zoals ik al zei heeft hij hier een maatje 52 aan. Eventueel, hij zou ook nog kunnen kijken naar maat 50, omdat hij, zoals ik zeg, vooral op de bovenbenen in het begin vrij strak mag zitten. Wil je meer informatie over deze broek of wil je deze broek bestellen? Klik dan op de balk in beeld. Bedankt voor het kijken en tot de volgende video.